Welkom bij het keuzedeel Mensen met een licht verstandelijke beperking en moedig verstaanbaar gedrag. In dit keuzedeel ga je kijken waar ernstige gedragsproblemen vandaan komen, hoe je daar mee om kan gaan, hoe je ze kan reduceren, hoe je daarin kan samenwerken met andere disciplines, maar ook hoe je naasten daarin kan begeleiden. In dit keuzedeel ga je vooral praktisch aan de slag. Je leert hoe je om moet gaan in bepaalde situaties en hoe je daar die mensen dan bij kan begeleiden. Dat doe je door middel van het volgen van een training waar ook een acteur voor langskomt. Voor de rest ga je aan de slag met onderliggende theorie en dan ga je in de praktijk kijken welke situaties er voorkomen. Zoals net aangegeven is het van belang om het sociale netwerk, de naasten, erbij te betrekken en ze te begeleiden in het proces. Nou is het natuurlijk wel zo dat bij gedragsproblemen, moeilijk verstaanbaar gedrag, dat het dan soms de relatie tussen de cliënt en het sociale netwerk verstoord kan zijn. Een vraag voor jullie. Hoe denken jullie dat je het beste, de naasten, het sociale netwerk, weer kan betrekken bij de begeleiding van de cliënt met een moeilijk verstaanbaar gedrag, ofwel de gedragsproblemen die er zijn? Daar mogen jullie eens over nadenken voordat we beginnen aan het keuzedeel Mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.